Oké, Latona, Lykische boeren. Latona smeekt de heren om wat water, ook al is het eigenlijk publiek bezit. En dan gaat ze verder. Non ego nostros ablure hic artus, lasata quem membra parabam, sed relevare sitim. Ik was niet van plan. Ego non parabam, parare voorbereiden of van plan zijn in dit geval. Ik was niet van plan hic, een lange i, hier. Nostros artus, onze ledematen. Hey, poëtisch meervoud. Hoezo onze ledematen? Nou ja, misschien van de kinderen erbij. Maar ik denk toch eigenlijk gewoon aan poëtisch meervoud. Mijn ledematen. Abloeren. Af te wassen. En lassata membra. En mijn vermoeide ledematen. Vermoeide, dat is eigenlijk een soort... synoniem van artus, je kunt hier wel zeggen, ook eventueel als een soort van metonymie, lichaam. Hè? Het gaat voor allebei. Je kiest daarvoor lichaam, of je kiest daarvoor ledemaat, of daarvoor ledemaat. Dat maakt niet uit, een soort metonymie. Dus ik was niet van plan hier mijn vermoeide ledematen, of mijn ledematen en mijn vermoeide lichaam af te wassen, af te spoelen, maar om mijn dorst te verlichten. Nou, meteen al een heleboel dingen te zeggen eruit. Nostros, waarbij artus is accusatief meervoud. Het is niet perbaton uiteraard. Wat krijg je daardoor? Dat nostros naar voren gehaald wordt. Hè? Dat ego en nostros expres naast elkaar worden gezet. Omdat dat, ja, dit hoort een beetje bij elkaar, als het ware. Je dorst verlichten, zeggen wij ook. Maar denk eens goed. Eigenlijk kun je alleen een last verlichten. Een last is zwaar en die kan je licht maken. Een last kun je verlichten dus. Dorst is niet zwaar, letterlijk. Hè? Het is moeilijk op te tillen of zo. Hij is wel zwaar als in vervelend. Maar dat is een metaforisch eigenlijk gebruik. Dus het verlichten van dorst is ook metaforisch eigenlijk. Bedoeld wordt verminderen. Hè? De dorst wordt verminderd. Nou. Caret os humore luquentis. Et fauces arent. Vix quest via vocis in illis. Je hoort meteen de mooie alliteratie. Hè? Dat is iets wat ik heel aanstippen als ik daar wat heb gezegd. Vix quest via vocis. Driemaal V. En bovendien hier ook nog faukes eventueel. Wat staat er eigenlijk? Caret os, dus de mond mist, als het ware. Welke mond? Nou, de mond loquentis. Dus een genitivus van loquens, dat is een PPP van een deponens loquis, spreken. Hier zelfstandig gebruikt, van de sprekende. Oftewel, dat gaat over haarzelf natuurlijk, hè? Van mij terwijl ik spreek. En wat mist die mond dan? Humore. Humor is gewoon vocht. De mond, mijn mond, welks, van mij, de mond van mij die spreekt, of zo, mond van de sprekende, mist vocht. En de faucus, dat is een plurale tantum, dus alleen maar in het meervoud komt dat voor, betekent keel. En mijn keel, en dan maak je dus meervoud, maak je de enkelvoud van het Nederlands, is droog. Aereren is gewoon droog zijn. En nauwelijks is er een weg, letterlijk van de stem, maar we vertalen voor de stem, voor mijn stem, in illis, in die dingen, denken we, meervoud, maar het komt meervoud, omdat dit ook een meervoudig woord is, maar we zeggen gewoon, enkelvoud, daarin. En nauwelijks is er daarin een weg voor de stem. Een weg, een straat, nee, dat is het natuurlijk niet. Het is een mogelijkheid om naar buiten te gaan, het is een soort route ofzo. En dat is eigenlijk een beetje metaforisch. Want ben je via, denk je in principe gewoon letterlijk betekenis aan een straat. Maar goed, dat is hier niet. Het is een metafoor. Het is een mogelijkheid om jezelf voor te bewegen hier. En het is een weg voor de stem, niet van. Het is geen diefst objectiefs hier. Hè? Die focus is niet de bezitter of zo, of niet de uitvoerder van die weg of iets dergelijks. Het is datgene waar die mogelijkheid toe dient of zo. Een soort object bij die mogelijkheid. Ja, dat is een beetje lastig vergezocht misschien, maar zo heet dat dan. Het gevolg is dat je het niet met van kan vertalen, maar met iets anders. In dit geval voor. En dan haustus aquae mihi nectar erit, vitam quat fatebur acque pisse simul, vitam dederitis in unda. Een slok water zal voor mij nectar zijn, hier futurum. Nectar is godendrank. Hè? Je weet dat goden eten ambrozijn en drinken nectar. Water zal voor mij nectar zijn. Hoezo? Krijgen we een goddelijke
verandering van water in nectar opeens, dat opeens nectar wordt? Nee, natuurlijk niet. Zoals voor mij als nectar zijn. Een vergelijking eigenlijk zonder als, ook een metafoor. En fatebor, fatior, fateri is een deponens, betekent bekennen. Or is de ik voor mijn ri is uiteraard de infinitivus. Hier, futurum, hè, zie je aan die B. Ik zal bekennen. En dan krijg je, ja, je kunt zeggen dat het een soort ellipsis van mee, dat je een ASI hebt, zoals hier staat. Dat ik het leven heb ontvangen, simul, tegelijkertijd. Misschien zal hebben ontvangen. Dus, en ik zal bekennen dat ik het leven zal hebben ontvangen tegelijkertijd. En met dat water uiteraard. Maar je kunt eventueel ook zeggen dat, dat dit hele verhaal gewoon weghaalt. En dat je het gewoon losse infinitief is beschouwd, geen ASI. Dan kan je ook Nederlands zeggen. En ik zal bekennen het leven ontvangen te hebben tegelijkertijd. Dat werkt ook prima. Dus mag allebei. Derde punt. Jullie zullen het leven gegeven hebben in de golf, letterlijk. Wordt natuurlijk bij bedoeld het water, metonymie weer. Dus dat komt 1000 keer voor. Ik heb het in deze filmpjes misschien al 5 keer gezegd. Jullie zullen gegeven hebben, is een futurum exactum van daren. Hoe werkt het nou precies? Je hebt het werkwoord daren, perfectum daarvan is dedi. Stam in perfectum is dus dead. Maak je daar een futurum exactum van, krijg je letters eri, die staan hier. En dan de jullie uitgang tis. Dus jullie zullen hebben gegeven. Jullie zullen water hebben gegeven, het leven hebben gegeven in het water. Je kunt ook zeggen dat het, ja, dat is een beetje overdreven vertaling. Je kunt ook gewoon van maken, jullie zullen het leven geven in water. Wij zijn niet zo netjes met de toekomst tenslotte. Nog heel kort over dat vitam. Dat is natuurlijk 2 keer gezegd, dus dat is een repetitie. Maar het is ook eigenlijk een soort van metonymie. Want geven ze letterlijk het leven? Zijn zij, nou ja, wie geeft er nou het leven? Dat is hooguit de moeder en de vader van iemand, toch? Of niet soms. Dus dat is natuurlijk niet zo. Hè? Ze geven een soort van redding. Mogelijkheid om verder te leven. Nou, je hoort daar zit ook al het woord leven in. Het is eigenlijk een soort van logisch verband tussen datgene wat ze geven, namelijk die redding, mogelijkheid om verder te leven door het water, wat nodig is om te leven, en wat je zegt, het leven. Dus dat noem je dan een metonymie weer. Mooi stukje, vind ik zelf, hoe deze Latona toch zo bescheiden deze boerse heren probeert over te halen. En ze zoekt er zo meteen nog een schepje bovenop in de volgende video. Dan komt ze met haar kinderen aanzetten. Maar zelfs dat gaat niet helpen. Tot dan!